Elke duiker of aspirantduiker die een medisch onderzoek ondergaat tussen 1 september en 31 augustus, waarbij er geen klinische tegenaanwijzingen zijn om te duiken, heeft een medische keuring met een geldigheidsdatum tot 31 maart, startend vanaf de datum van de medische keuring. Dit verplicht onderzoek mag voorlopig nog door eender welke geneesheer naar keuze gedaan worden. We benadrukken wel dat de keuring bij voorkeur gebeurt door een arts met voldoende kennis van de duikgeneeskunde. Bijvoorbeeld door een arts van de geneeskundige commissie of van een duikerarts. Na specifieke patologieën, bijvoorbeeld na een decompressieongeval, moet de duiker steeds herkeurd worden door een arts van de geneeskundige commissie. Vanaf de leeftijd van 45 jaar en verder om de 5 jaar, dient een inspanningstest met ECG en bloeddrukmeting, cycloergometrie, te gebeuren door een voldoende gekwalificeerde arts. De medische steekkaart kan je downloaden van de NELOS-website.